Niet alle kinderen in de wereld worden groot op een liefdevolle en veilige plek. Gelukkig zijn er mensen die gedreven worden door een missie om zich in te zetten voor de wereld in nood. In deze serie ga ik in gesprek over de boodschap die deze mensen hebben voor hun naasten. Welkom bij de Mission Podcast. Nou, welkom Jan en Nelly. Fijn dat jullie er zijn vandaag. Ja. Dank je. Volgens mij is het niet de eerste keer dat jullie iets voor camera doen. Nee hoor. Nee, het is best wel een stukje normaal. Ja. Ja. Hoe bevalt dat? Leuk. Om voor camera te leuk. Praten? Ja. Je moet er niet aan denken. Nee. Ja, als je er aan denkt, dan ga je netjes kijken en zo. Ga je stotteren. Ja, nee, dat is niet. Dat is ook zo. Nee. Nou, ik heb me vooraf aan het interview vast verdiept in jullie leven. Maar er zijn denk ik ook heel veel mensen die kijken die nog niet weten wie jullie zijn. Dus Jan, zou jij anders willen beginnen met voorstellen? Ja, mijn naam is Jan van Dooyweert. Zo heeft mijn moeder me genoemd. Jan. Alledaagse Nederlandse naam. Ik ben 84 jaar. Ik ben nog van voor de oorlog. Dus, ja. Gaat al wat langer mee dan. Ja. En opgegroeid in de gereformeerde gemeente. Daar heb ik ook 20 jaar met mevrouw samengewerkt als evangelist in Tilburg met een bijbelwinkel. Daar hebben we eigenlijk de bekendheid gekregen in onze eigen kerk. Dat we de weg wisten van ja, de hoed en de rand, eigenlijk alles wat er was. Daar hebben we met veel vreugde gewerkt. Maar we wisten dat het niet de bestemming van ons leven was. Want daar kwam in voor, ze zullen het vermogen der heidenen eten en ze zullen het dubbel ontvangen in hun land. Uit Jesaja 61. Dus wij hebben die weg maar gegaan die de Heere ons leidde. En dat ging via Stichting in de Rechterstraat. Kwamen in contact met buitenlanden, onder andere met Zuid-Amerika. En vanuit Zuid-Amerika hebben we toen de vraag gekregen om daar predikanten op te komen leiden in de bush en in de bergen. Nu werken we als vrijwilliger. Ja, onze basis pensioenfonds, maar goed, die zien we nooit. Nee, maar dat is gewoon de AOW. Wij hebben in Tilburg, in Peru, hebben we bijna 20 jaar gewerkt zonder salaris. En dat gaat ook goed. Ja. Je leeft met de indianen mee, je leeft met de bergbewoners mee. Dus veel gezien ook in jullie leven dan? Ja, ja. Heel veel. Ja. Heel, we hebben heel veel gezien. Ja. Heel veel meegemaakt. Ook, ja, ook persoonlijk. Wat, ik heb nogal wat doorgetopt met ziekte. Nou ja, ziekte eigenlijk niet. Mijn hart, ik heb een open hartoperatie gehad. En ik heb een keer een cardioversie gehad. En dat was met dodelijke afloop. Maar ja, na een paar seconden hadden ze toch mijn hart weer aan de gang. Ja, gaf de Heer dat mijn hart weer klopte. Maar toen moest ik pacemaker hebben. Ja, wonderlijk toch. Gespaard gebleven. Dan. Ja, heel wonderlijk. Ja. En toen met pacemaker en al hebben we in Peru helemaal diep in de jungle, 3 dagen van de bovenste wereld vandaan, heb ik een keer een hitteberoerte gehad. Zo. Dus ja, daardoor ja. Loop ik een beetje met mijn been te dobben. Ja. En een heupoperatie zit er ook nog tussen. Zo, ja. Ja. Dus wat vaker onder het mes geweest. Ja. Ja. Maar en een hersenoperatie 2 keer. Hersenoperatie 2 keer. Ja. Dat zijn ook wel heftige operaties, denk ik. Ja. Door bloed in mijn hoofd, hè. Van vallen. Dus wat nodige meegemaakt voor het leven. Ja. Ja. En Nelly, kan u zichzelf eens voorstellen? Ja, wij zijn natuurlijk altijd samen geweest, altijd samen gewerkt. Zo zijn we begonnen toen we trouwden in een fruitbedrijf. En dan kinderen gekregen. We hebben 6 kinderen gekregen. Eentje is overleden, is al bij de Heere. En we hebben 23 kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen. Zo, dat is een grote club geworden. Ja. Ja, ja. En we zijn 60 jaar getrouwd. Dus dat is veel meegemaakt, maar een heel rijk leven gehad. Rijk gezegend. Heel rijk, leven, ja. Jullie zijn evangelist, als ik dat zo mag zeggen. Hadden jullie dat ooit bedacht vroeger? Dat jullie evangelist wilden worden? Ja. Jij? Maar, ik wist niet van evangelist. Maar ik heb altijd aantrekkingskracht gehad tot het Koninkrijk van God. Vanaf mijn 16e. Dat de Heer echt. Ja, 17, de Heer in mijn leven kwam. Maar het had geen richting.
tot ik 19 was. Toen riep de Heer voor werken zijn koninkrijk. Maar mijn vader geloofde niet. Ja, geloofde niet, dat is onzin. Natuurlijk, iedereen gelooft. Maar ik ging niet naar de kerk. Ik durfde het niet te vertellen. En dat heeft tot mijn 34e jaar geduurd. Ja, toen moest ik ervoor zwichten. Alsof er achter in de auto gezegd werd, ja of nee? Ik had toen een prachtige baan met Philip Zuffer. Als adviseur met filmapparatuur en dergelijke. Maar het ja of nee klonk zo indringend. Dat ik alleen maar durfde te zeggen, heren, mag het nog? Ja. Want u geeft aan, ik werd eigenlijk op mijn 16e begonnen. Op mijn 19e werd ik geroepen. Ja. 34 toen u daar gehoor aan gaf. Wat is er in die tussentijd geweest waardoor u geen gehoor heeft gegeven ja, aan die roeping? Het werk op een fruitbedrijf waar ik de opvolger moest zijn. En mijn broer ging naar de universiteit. Ja, en moest ik dan zeggen, ja, dat kon niet. Dat kun je nu eigenlijk niet begrijpen. Maar in de context van toen wel. Ja, mijn vader was streng, een hele goede vader hoor, maar hij was streng. Dat kon niet. Dus ik durfde dat niet te vertellen. Dus eigenlijk angst om dat te vertellen. En ik wist er ook zelf geen andere voet aan te geven. Mm-hmm. En dan dacht ik wel eens, ah, Rotterdam, ja dat kan niet, ik ben pas 19 jaar. Dat kan nooit. Dat werkte niet. En zo zijn we gewoon getrouwd. En we hadden samen liefde tot dat evangelisatiewerk ook door Merksem. Met Wim van Kranenburg, die daar toen evangelist was, vanuit de gereformeerde gemeente. Daar zijn we dus geweest ook. En ja, dan versterkt het nog. Toen kwam dominee Kuyt nog eens een keer preken. Kiep de portemonnee maar leeg in de collectezak. We hadden weinig geld. Maar ja. We zeiden ze wel meegaan. Maar ja, we hadden drie kleine kindertjes. Oh. Ja. Maar ja, ik moest kost verdienen. Ja. Ja. Want Nelly, u gaf net aan, ik had dat niet van jongs af aan. Zeg maar. Nee, ik had wel betrekking daarop. En ik vond juist, jullie zijn in een hele andere omgeving opgegroeid dan vroeger haar niet zoveel. Maar ik vond bijvoorbeeld mensen uit het buitenland, hè, als je die foto's wel eens zag, vond ik prachtig. En dacht ik, oh, om daar te zijn. Ik had ook een tijd een correspondentie met Zending van Woerden in Rhodesia. Dus het heeft me altijd wel iets gedaan. En ook, maar er werd nooit over gepraat, over die dingen. En dat verwerkte je allemaal innerlijk. Maar toen de Heer riep voor Tilburg in eerste instantie, er was voor mij geen vraag en we zijn gegaan. En toen God riep naar Peru, we hebben nergens, nee. We wisten dat we geen salaris dan zouden hebben en wat dan ook. Maar daar hebben we helemaal niet over gepraat. We zijn gegaan. Ja. Vertrouwen op de Heere. Ga niet redeneren. Ga niet. En dan ga je er zelf tussenuit. Ja. 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 Want ik las ook dat jullie in het begin van jullie huwelijk best wel wat armoede hebben geleefd. Dat jullie het financieel niet breed hadden. Nee. Is dat een oefening geweest voor later? Voor het latere leven in Peru? Onbewust. Nou ja, het vraag zeg ik ja. Maar daar hebben we eigenlijk nooit aan gedacht. Hè? Nee. Maar het is wel een oefening geweest. Ja. Want ja, we hebben de plezier maar gehad. Wij konden altijd leven wat we hadden we daar in de boes. Ja, je hoefde niks bijzonders te hebben. Nee. Een stuk kip en het was klaar. Nee. Ja. En kijk, hier leven we natuurlijk in luxe. Maar ik heb ontdekt, daar meegemaakt, dat je mist helemaal niks. We hebben al die jaren alleen maar uit onze tas geleefd. We hadden niks. We sliepen in de kleihuizen op de vloer. In de indianenhutten op de bamboevloeren. Ja. En dat was niet altijd makkelijk. Helemaal niet makkelijk. Want ik herinner me nog dat we in Berlijn of zo waren. En toen zeiden die toen een hele week had ik niet kunnen slapen. Want er lag alleen maar een lapje. En daar lag hij dan op. En toen vroegen ze steeds, ja, kom je terug. En toen zei jij tegen mij, ja, ik kan het eigenlijk voor jou niet meer doen. Je slaapt niet en zo. En toen konden we niet terug, omdat het regende, kon het vliegtuigje niet komen. En we zaten in dat zaaltje, in dat kerkzaaltje. En toen zeiden ze, man, dan kom je volgend jaar terug. En jij zat op de rand van zo'n wankeltafeltje en je zei, ja, broeders, maar ik heb mevrouw beloofd dat ik het niet meer doe. Want ja, het is moeilijk om te slapen en zo. En
En toen ineens zei je, maar ik kom terug. Want die mensen waren zo, ik kom terug. En toen zei je, en jij? Ik zei, ik kom ook terug. Ja. En toen lagen we, s'avonds lagen we daar. Op de bamboevloer. Op de bamboevloer. En toen zei ik, ja, ik hoor fluisteren. En we luisteren. En toen kwamen ze daar met een stuk schuimplastic. En het stonk als een beer. En er was helemaal al stukken uit. Maar ik heb nooit zo lekker geslapen als die nacht. Nee, het was zo dik. Dat is zo'n dik. Ja, maar het was helemaal kapot. Ja, en, maar het, oh, het was heerlijk. Ja, en de stank was vreselijk. Maar, kon u er dan wel van slapen door de stank? Ja, dat maakt allemaal niet uit. Ik sliep altijd. Ja. Ik heb alleen één ding altijd gemist. Als we bij de Asjanika's waren, dan een bepaalde Indianerstam. Die gaven ons nooit yucca erbij. Nee, die groene banaan. Dat is armo eten, oh, hè? Die groene banaan. En dan gaven ze ons er niet bij. Dan ging ik altijd om vragen. Ja. Want ja, dat vond ik, vond het wel lekker. Dat is lekker, toch? Ja, ja, ik ja. Vond het wel. U vertelde net eigenlijk over hoe bijzonder eigenlijk de heren dan ook weer voorzag. Hebben jullie dat ook zo in Tilburg gemerkt? Want je hoort vaak op het zendingsveld dat soort verhalen. Dat ik soms wel eens denk, gebeurt dat nou in Nederland ook? Ja, precies ja. Wel. In Tilburg ook, ja. Ja, daar hebben we ja, weer heel andere dingen. Maar je deur moest open zijn. En onze keukentafel, daar konden we met z'n acht en negenen aan zitten. Maar we zaten er vaak maar 15 Indische wijfjes. Ja, wijfjes niet minder waren bedoeld, maar echt van die lieve mensjes. Ja. En dan zongen we samen de liederen van Jan de Heer, want die hadden ze in Indonesië geleerd. Ja. En die kookte altijd voor de ambassadeur. En die werkte bij de ambassadeur op kantoor. Maar ja, ze waren allemaal oude mensen. Maar die zijn toen in 1948 naar Nederland gekomen. En ja, dat waren onze vaste klanten in de keuken, aan de tafel. Daar, Duitse mevrouw die een oorlogssyndroom had, verschrikkelijk. Heel de familie uitgeroeid door Hitler en consorten. En zij was er alleen over. Ja. Zulke dingen, we maakten daar echt, ook in Tilburg, gewoon in Nederland, maken we heel bijzondere dingen mee. Nou ja, ik denk alleen maar aan Guus. Ja? Ja, Guus, op een morgen kwam er ging de winkel bel en dan een man die ging naar de winkel en stond de jongen. En die begon tekeer te gaan van die christen dit en dat en zus en zo. En dan de Hare Krishna en de Veda en nou ja, noem maar op. Maar Guus luistert misschien mee. Dat is mooi. Ja, Guus. Je mag meeluisteren hoor. Zeker. En toen, op een gegeven moment was hij uitgepraat. En toen zei mijn man, waarom kom je eigenlijk? Ik heb je toch niet geroepen? Ja, hij zei, dat weet ik ook niet. Sorry. Dat weet ik ook niet. Hij zei, maar hij zei, maar dan weet ik het wel. Hij zei, want een jaar of 20 geleden, toen werd er in Limburg, Jordaanse spraak, een kindje geboren. En zoals toen gebruikelijk, werd het in een dekentje gerold en ging naar meneer Pastoor. Hij zei, en meneer Pastoor, die had misschien wel een lekkere sigaar. Ik denk, oh, dopen. En legde zijn sigaar weg en die ging naar de kerk en die doopte dat kind. En die zei, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest, amen. Hij zegt maar, waar je misschien zijn pastoor niet aan dacht en waar je vader niet aan dacht en je Peter en je Meter, dat God de Vader zei, ik wil de vader van dat kind zijn en God de Zoon. En ik wil de verlosser van dat kind zijn en God de Heilige Geest. Ik wil in het hart van dat kind werken. En nu moet ik het naam van God zeggen, mijn zoon, geef mij je hart. En hij sloeg zo zijn handen voor zijn ogen en hij begon ontzettend te huilen. En toen zei hij, zie God er zo uit? Ja, zo ziet God eruit. Hij zei, ik was op zoek, ik wilde weten hoe God eruit zag. Dus hij vroeg het aan zijn moeder. En zei, dat weet ik niet, dan moet je aan de pastoor vragen. Toen zei de pastoor, foei, dat is een goddeloze vraag, want God is een geest. Toen zei zijn neefje, ga maar eens mee naar Amsterdam. Ik zal je God laten zien bij de Hare Krishna. En God heeft die weg zo geleid dat hij bij ons in de Bijbelwinkel kwam. Wat eigenlijk helemaal zijn bedoeling niet was. Nee, ik snap nog nooit waarom hij kwam. Nee. En toen, vanaf dat moment is Guus iedere week bij ons op. Maar ja, ik snap het wel. Ja, natuurlijk. Want de Heer had hem met zijn kuif gepakt en die bracht hem bij de Bijbelwinkel. Ja. Maar Guus die kwam iedere week op privécategorisatie. Die ging mee naar de Bijbelstudie. Van Lieveleek kwam die zondagsmiddags uit Limburg. Dat hij zondagsavonds in de kerk was. En Guus leeft nog met God.
is pas nog geweest. Ja. Hij heeft in China gewerkt. Er zijn heel veel studenten, hij gaf Engelse les aan de universiteit, heel veel tot bekering gekomen, heel veel studenten daar. Bijzonder, zeg. Ja. Maar Jan, u vertelde net dat u dus tegen hem had verwezen naar zijn doop. Mm-hmm. Hoe vindt u nou op dat moment de juiste woorden om te spreken? Want ik denk dat mensen die kijken of luisteren zeggen, ja, maar ik wil ook wel iets vertellen over wie Christus is, maar ik vind het zo lastig. Heb je een Bijbel? Ja, hier niet. Dat even niet hebben, bij de regie. Nee, maar je hebt er toch wel in? Zeker. Oh ja, zeker. Ja. Thuis heb ik een Bijbel. Ja, zeker. Er staat een heel klein zinnetje in. Vrees in dat u er niet wat u zeggen zult. Zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En dat is echt. Dat is vandaag ook nog de werkelijkheid. Nu zijn we in een tijd dat alles moet van tevoren. Een studie ervoor zijn om te evangeliseren. Moet je studie maken. Heb je cursussen voor. Prachtig hoor. Prachtige cursussen. Maar dat is niet. Toen zei ik met een lezing, waar de dominee van die gemeente bij zat. Wie heeft er vandaag, het was 's avonds, wie heeft er vandaag al iets goeds over de Heer verteld aan een ander? Doodse stilte. En die dominee stond op en zei, Jan, ik moet tot mijn schande zeggen, heb ik ook niet gedaan. Nee. En dat is de sterke kant van het evangeliseren. Gewoon iets goeds van de Heer zeggen. En toch vind ik dat best wel eens lastig. Ik heb bijvoorbeeld een goede vriendin en die is ongelovig. En ik ga met haar wel eens een keer afspreken. En dat zeg ik ook wel eens tegen haar. Ik zeg, ik vind het lastig. Ik wil wel iets vertellen. Zeg maar, ik wil je ook niet dwingen. Nee, maar dat moet. Want het moet niet je gaan tegenstaan. Nee, maar nooit dwingen. Je hebt een goede balans in. Je hebt niks om dwingen. Nee. Want zeg dat je iemand overtuigt en dan gaat je mee. Ja, precies. Waar neem je mee naartoe? Naar de kerk. Ja, welke kerk? Ja. Welke kerk kunnen ze iets van snappen? Ik zeg tegen die jongen van 18 jaar, echt niet onnozel hoor. Ik zeg, ken jij Jezus? Die kwam bij mij voor behandeling, hij heeft stemmen in zijn hoofd. En dan wilde hij proberen met pastorale hulp. Ja. Ken jij Jezus? Wat is dat, zegt hij. Hij zei niet, wie is dat? Nee, wat is dat? Ja, neem die mee naar de kerk. Hij zei de derde keer dat hij kwam, ik heb tegen mijn vriend gezegd dat ik nu geloof. Oh, ik zei, fijn, wat zei je vriend? Ja, dat wil ik ook wel. Oh, ik zei, ga je al naar de kerk? Nee, waar moet ik dan naar de kerk gaan? Ik zei, een kerk die dichtbij staat. Dan wordt die kerk gesloten. Ja. Hij is er een keer of 10 geweest, denk ik, ja. De kerk wordt gesloten. Maar nu helpt die kerk, zonder dat ze mij kennen, ik weet niet wat voor kerk is. Verder? Nee, ja, ik weet dat je Petra-kerk heet, maar verder niet. Maar ze helpen mij en ik help hun. Ja. Want samen werken toch aan die jongen dat die. Maar ik merk wel dat er zijn andere dingen die meespelen. Maar goed, ik ben verder. Maar eigenlijk zegt u, je moet niet per se kijken naar, zeg maar, naar het kerkverband. Maar uiteindelijk moet je gewoon iemand, zeg maar, daarin ook God zijn werk laten doen. En hem naar een kerk laten brengen waar die, waar die misschien juist moet zitten. Durf eens iets aan de Heer over te laten. Ja. En wees niet zo bang als die ander naar een andere kerk gaat of waar jij toevallig van bent. Dat is helemaal niet zo erg. Nee. En zijn de preken die dan in de reformatorische gezindten worden gehouden misschien eigenlijk wel eens te moeilijk dan? Te dogmatisch? Nee, niet misschien. Altijd. En niet wel eens. Altijd. Altijd te moeilijk. Die jonge mensen van nu kunnen absoluut in onze kerken niet begrijpen wat er gezegd wordt. In de eerste plaats wordt er vaak veel te vlug gepraat en veel te veel gezegd. De helft zal dus zeggen, zou veel beter zijn. Maar ja, de eigen gemeente is daar aan gewend. Ja, fijn, fijn, dat is mooi. Maar als daar iemand die van buiten komt, die kan daar niet mee. Nee, ik heb het eens een keer heel schrijnend meegemaakt. Ik zou iets vertellen over Peru op een christenvrouw. Daar was ik ook toen nog president. En toen kwam er een jonge vrouw en die had dat gelezen of zo. En die vond dat heel interessant. En toen zei ze tegen me, ik ben al in 7 kerken geweest, maar ik kan het nergens vinden. Mag ik eens met u meegaan? Ik dacht, oh. En toen kwam ze op een zondag, kwam ze bij ons en toen zei ze, ik ga mee.
Dus we moesten nog een eind rijden. En ik kreeg met haar mee. Dus zei, ja, je moet niet schrikken, want ze hebben hoedjes op en dit en dat. Zo, ik bereidde dat een beetje voor. Ja. En ze zat naast me en ze keek en ze begreep het allemaal niet. En toen zei ze, ik had 1000 vragen, maar nu heb ik er 10.000. Oh ja. Ik heb ze nooit meer gezien. Ik vond het heel moeilijk. Ik vond dat heel schrijnend. Ja. Kijk, als wij op een evangelisatiepost... Ja, daar zag je dat iemand iets niet begreep... en dan zei je het weer op een andere manier. Daar kwam het, dat drong het woord op een eenvoudige manier wel door. Maar zo preekt een dominee natuurlijk niet, zo eenvoudig. En dat begrijpen ze vaak niet. Wat zouden we daarin kunnen veranderen? Wat kan er inhoudelijk veranderd worden aan een preek? Nee, dat is niet te doen. Wij zitten gevangen in systemen. En dat kun je niet veranderen. Als ik voor een groep mensen sta die de Bijbel niet kennen, dan hou ik ze in de gaten. Al zit er maar één tussen, zoals daar in Tilburg, die zwerver, een paar weken terug. Oh, zwerver, het was geen zwerver, maar dat dacht ik. Maar dan hou je die in de gaten, kan hij het volgen. En als dan even rust. Ja, en dan zeg je nog eens een keer, even opletten van... Hè. Maar dat kan een dominee in de gemeente niet doen, want dan zeggen die dominee, je weet niks. Ja, maar dat zijn nog zoveel mensen. Maar ligt het dan niet aan de gemeente, dat de gemeente oordeelt over de preek of over de dominee? Ja, je zit in een systeem. Je kunt niet anders. Maar ja, je hoort wel dat bepaalde dominees, die kunnen wel de mensen raken. Ja. En ja, dat is toch maar een enkele die de buitenkerkelijke kan raken. Er zijn heel veel. En ik vind het ook moeilijk hoor. Als ik toen op de kerkhof, een hele fijn katholieke begrafenis. En die pastoor die zag me staan en zegt, zie dominee van Dooijewit van de Bijbelwinkel. Wilt u misschien ook nog wat zeggen? Vrees niet wat u zegt en zo. Ja. Ja, maar heren, wat moet ik dan zeggen? En onderwijl, ja, mijn hand in mijn jaszak en mijn bijbeltje eruit gehaald. En toen wist ik het. Ik zei, ja, ik wil wel zeggen, maar ik denk dat het beter is dat we nu luisteren wat Maria zegt. En al die Roomse kopjes gingen omhoog. Want die protestante dominee, die gaat over Maria preken. Ja. Ik heb er 20 minuten gepreekt over Maria op de bruiloft in Cana. En dan zegt ze, wat hij zegt, dan moet je opletten, man. Dan moet je het doen, wat hij zegt. Ik zeg, dat heeft uw man en vader. Die heeft dat gedaan. Die heeft geluisterd naar wat Jezus zei. Ja, en ieder die in hem gelooft... Die heeft eeuwig leven. En hij heeft geloofd in Jezus. Ik heb daar 20 minuten over kunnen preken. Gewoon geen dingetje achterhouden. Helemaal niks. Ook als je Jezus niet kent. Hoe het dan afloopt. Ja, ik heb niet gezegd, dan ga je branden in de hel. Natuurlijk niet. Maar wel, dat woord verderft. Dat staat er in die tekst. Ja. En mensen hebben geluisterd ademloos. Dus u kijkt, of jullie hebben dat misschien wel bijgedaan, ook naar wie zit er voor je. En daar Tuurlijk. Probeer je op af te stemmen. Natuurlijk. Ja. Ja. In Peru was dat veel moeilijker, want dan kreeg ik dominees op les. Ja, door een synode die had gevraagd dat ik daar wilde komen werken om hun te helpen dominees op te leiden. Die al jaren dominees zijn, maar nog nooit iets geleerd hebben. Nou ja, ik zei spontaan ja, want ik wist dat de Heer het wilde. Dat was voor mij een uitgemaakte zaak. En toen kwamen we daar. Komt niks met lesmateriaal. Weg. Overnieuw schrijven. Weer overnieuw schrijven. Tot 5 keer toe. Toen was ik op het niveau dat ze in ieder geval bladzij na bladzij konden volgen. Ja. Ja. En ik heb meegemaakt dat er meer dan 100 dominees zaten. Niemand wist dat er avondmaal gehouden kon worden. Wist het niet. Ja, maar dan nooit gelezen. Ja, maar dat doet de Heer Jezus daar. Ja, daar avondmaal. Ik zeg, ja, maar hij vraagt aan ons. Doe dat nou. Zolang als de wereld bestaat, doe dat nou. Nou ja, dus daar hebben we avondmaal gehouden, hoe dat dan gaat. Wat mooi, hè? Van, ja, ik doe... Was zo indrukwekkend. Ja. Indianen, Peruanen,
Zo mooi. Dat was echt, die cursus, dat zal ik nooit vergeten, die les van avondmaal. Ervaar je daar dan ook heel erg de eenheid in Christus in, zeg maar? Omdat er zoveel verschillende mensen zitten. Kijk, in de reformatorische gezin, en je gaat aan het heilig avondmaal, ziet iedereen er misschien wel een beetje hetzelfde uit. En is iedereen misschien wel een beetje hetzelfde, voor de buitenkant dan. Ja. Maar is dat in Peru was daar meer verscheidenheid? Nou, avondmaal was natuurlijk die ene gemeente even daargelaten. Maar gewoon waar avondmaal gehouden werd, ging iedereen aan het avondmaal. Mm. Want ja, je kunt toch niet, als de Heer Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Dan kun je toch niet blijven zitten? Nee. Ja, als je niet gedoopt was, was je niet gedoopt. Dan was het geen avondmaal. Hè. Dat was wel de grens. Je moest gedoopt zijn. Van Huizen zei altijd voor het avondmaal, Van Huizen in Tongeren, die zei, het avondmaal, lieve broeders en zusters, is voor hem en haar die gedoopt is en Jezus lief heeft. Dat vond ik altijd heel mooi. Ja. Maar zo hebben we daar ook gewerkt. Alleen bij die groep die helemaal niet wist wat avondmaal was, heb ik een brood laten bakken, want brood hebben ze daar niet. Nee. En dan was een katholieke bakker. Ik zeg, kun je voor mij zo'n broodje bakken voor avondmaal? Ja, dat komt u wel. Ja. Ik kreeg zo'n brood, zo dik, op een deksel van een wasketel. Ja. Kreeg ik het mee. En dan heb ik daar op tafel gelegd, dat brood. Ik heb eerst gepreekt. En toen heb ik dat brood heb ik gebroken. En toen zei ik tegen de dominee van die gemeente, nee, dat is de zendeling die daar gewerkt had. Ook een inboorling zelf, ook niks wist. Ik wist ook niet aan het avondmaal. Ik zeg, jij een stuk en ik een stuk. Jij gaat daarin en ik ga daarin. Stoelen hadden we niet. Stonden in een kring om die tafel heen. Nou ja, dat is zo ademloos. Om zo aan het lijden, sterven van de Heer Jezus te denken. Met zo'n meute. En hij heeft ze voor die mensen aan het kruis laten spijkeren. Ja, dat is geloof. Wij zeggen, moet je die rabouwen, die mensen moet je daar zo avond. Ja, dat moet je zo avond doen met iedereen. Maar toen we in Pitsinaki met die bijna 100 broeders daar avondmaal hielden, die het ook niet wisten, ook niet kenden. En dan Indianen en Peruanen. Ja. En ik zag iets van die heerlijkheid die er straks bij de Heren is, want daar zitten al die verschillende mensen tot eer en heerlijkheid. En ja. Het was zo ontroerend. Dan vallen ook de verschillen weg, hè? Dan is iedereen één in hem. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Voordat we zo verder gaan met ons gesprek, wil ik eerst nog even naar het volgende. Want jullie hebben volgens mij iets meegenomen. We komen nu bij het blokje aan. Ik ga op reis en ik neem mee. Oh, ik ga op reis en ik neem mee. En ik hoorde al wat. Net voordat we begonnen met de uitzending, toen gaf u aan. Ja, maar ik kon niet kiezen. Ik heb eigenlijk 3 dingen meegenomen. Ja. Dus dan ben ik natuurlijk wel heel benieuwd. Ik zal ze laten zien. Als het goed is, zitten ze erin. Dat is 1. Ja, dat is in het Nederlands. Hè. Ik had dat bij me in het Spaans. Dit is 2. En dit is 3. Ik wil het eventjes in de camera laten zien, dat mensen het ook kunnen zien. Een zaklamp. Ja, de Bijbel natuurlijk. De Bijbel, dat is logisch. Maar die... En een tekening. Ja, de Bijbel, dat is een logisch iets natuurlijk. Ja, precies. Daar waren we voor daar. Maar dat was wat ik meenam. Oké. En ik nam iets anders. Nee, ik moet anders zeggen, wat ik altijd bij me had. Altijd gaat hij mee, ja. Oké. Die had ik altijd bij me. En dan mijn borduurwerk. Want kijk, overal waar je kwam, ja, je moet wassen, je moet zelf wassen. Er is geen wasmachine, dus ik had altijd een paar van die dingetjes bij me. Dus je ging van tevoren altijd even naar de kruidvat om even wat voor wasmiddel. Ja, echt waar. Ja. Ja. En dan mijn borduurwerk. En dat is vaak aanleiding geweest tot mooie gesprekken. Als we bijvoorbeeld op een lancia, op de Ucayali of zo voeren, een paar dagen. Dan zat ik buiten te borduren en dan kwamen de mensen... bij me zitten. Dan. Weten de mensen die luisteren wat een lancia is? Dat ligt denk ik in Peru. Is dat goed? Ja? Ja, maar lancia, dat is een hele grote vrachtboot. Ja. En er zitten hangmatten, daar liggen mensen de hele dag. Ja. En wij kregen dan, als er een hut was, vaak ook helemaal niet, kregen we een ruimte tussen de bagage of zo.
Dus dan overdag dan zat je op het dek en dan borduurde je. En dan kwamen de mensen bij je staan, juist ook heel veel mannen. En dat vonden ze prachtig. En dan kwam je in gesprek. En dan, ja, wat, jullie zijn zendelingen, zeiden ze dan missionaires. En dan kwamen ze, kwamen mooie gesprekken vaak. Wat mooi. Dus eigenlijk was dit ook misschien een middel om te kunnen evangeliseren. Ik ging ook op pleinen zitten. Als we ergens s'avonds of zo op plein zitten, nam ik een borduurwerk mee. En heel vaak, heel apart, kwamen mannen bij me zitten. En kwamen er gesprekken. Ja. Ik ging met die tafel, hè. Dan kregen we een tafel aan dek. Oh, ja, toen En dan zat er aan die tafel, hè. Ja, een borduurdoosje erbij. Even lieverlijk, ja, want 20 mensen rond op zijn staan. Wat mooi. Ja. En kan u me verklaren waarom dat dan vaak mannen waren? Want je zou denken, dit spreekt misschien vrouwen toch sneller. Nee, heel apart. Ja. Ik weet het niet. Die waren nieuwsgierig en die kwamen naar kijken en die vroegen daarover. En al de kleurtjes. En ook wat we dan deden en waarom. Zo kwamen er hele mooie gesprekken vaak naar voren. Mooi. Ik vind het altijd bijzonder dat eigenlijk zoiets simpels zo kan leiden tot zulke mooie gesprekken. Ja, ja. Ja, ja. 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 Mooi. En hier zie ik ook wat dingen op tafel liggen. Zullen we beginnen met de zaklamp? Waarom neemt u de zaklamp mee? Waarom? Er staan nergens lichtpalen in de bus. Nee. En dan moest je s'avonds naar de wc 200 meter verder in het riet. Ja, want verder was er niet. Dus je moest maar ergens tussen het riet kruipen. En daar zag je een plekje op. Dus zaklampje mee. Oh ja, hier kan ik wel zitten hebben. Ja. En nam u dan ook batterijen mee? Voor als die leeg ging? Nee, die kan ik opladen. Oh, en ja, dat is nog weer een heel verhaal. Want die zaklamp die was op een gegeven moment leeg. Ja, moet je hem opladen aan een boom. Nee, in de meeste dorpen, de grotere dorpen, hadden ze wel een generator. Oh ja. Maar de Indianen hadden geen geld. Dus ja, hadden we maar een enkele keer dat er eens iemand die rijk was, die wat geld gaf, dat ze die generator konden laten draaien met die serorie. Dus als wij er waren met de cursus, dan kocht ik gewoon zoveel uren per dag stroom. Okay. En dan draaide die generator en dan kon de computer opladen en kon de zaklamp opladen. Wat handig. En dan, ja. Ja. En dan had je gelijk contact met mensen die helemaal niet bij die dominees hoorden, maar die gewoon als werkmensen daar met olie. En dan hadden we vaak contacten met mensen die helemaal, zelfs met een pastoor. Een keer in Pitsenakje wilde ik een andere ruimte hebben. Die ruimte die wij hadden was niet zo jovel. Maar we zaten naast de slachterij in een groot lokaal zonder muren. Alleen maar een dak. En dan hoor je een koe brullen die geslacht werd. En dan was er een varken aan het kermen. Ja, het was gewoon nog helemaal niet ideaal. Maar ja, het kostte niks. Want het was van de kerk, dat gebouw. En dan sliepen ze ook allemaal in. Ja. En dan zag ik bij de kerk, bij de katholieke kerk, een lokaal, nog groter als dit. En dat stond altijd leeg. Dus ik haal die pastoor toe. Ik stelde me aan hem voor. Ik zeg, ik zou graag dat lokaal van u willen huren. Ja, maar ik ben katholiek, zegt hij. Ja, ik zeg, daarom vraag ik het ook aan u. Want het is van de katholieke kerk. Ja, maar ik ben katholiek. En u bent gereformeerd. Ja, protestant, zo zei hij het. Ja. Ik zeg, ja, dat klopt. Maar ik ben protestant en ik heb een lokaal nodig. En u bent katholiek en dit lokaal is van de katholieke kerk. Ja, ik snap het niet. Maar we hebben 2 avonden per week zelf nodig, zegt hij. Ik zeg, nee, dat gaat over. Want ik heb het gewoon dag en nacht nodig. Oh ja, 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 ja. Na die tijd stak hij als de hand op. Dat was toch iets van blijven haken. Van, ja. Soms eigenlijk wel met hele simpele dingen dan. Ja, hele simpele dingen. Een zaklamp. Maar ja, goed, de zaklamp is zo belangrijk als je daar bent. Je moet een stukje uit de Bijbel lezen. Ja, niet te knippen. Een zaklampje bij me. En daar liepen denk ik ook wilde dieren. Liepen daar ook wilde dieren? Ja. Ja, ja, natuurlijk. Je moest daar bezig zijn. Als we dus heel diep in de jungle waren, dan was het 's avonds kerk. En dan was er een heel klein slecht kaarsje. Ja, ja. En daar kon je niet bij lezen. Ja, en ze hadden een conserveblikje met een gaatje erin.
Dat zat dan vol met verloop olie, weet ik veel wat voor troep erin zat, want het rookte ontzettend. En dan hadden ze een dik katoen in staan en dan stond er zo'n vlammetje op en dat was al. Ja, alleen, heel primitief, hè? Dan. Ja, heel primitief. Ja. En een weg was er niet, dus je moest ook zoeken waar loop ik heen. Ja, dat was altijd. Ja. Mijn zaklamp was echt een belangrijk ding. Ik zie op de tijd dat we al richting een afronding moeten. Maar ik ben nog wel heel erg benieuwd naar wat dit precies is. Nou, dat is het lievelingsboekje van alle christenen in Peru. Dat is, als ik bijvoorbeeld onder 43, dat kent bijna iedereen uit het hoofd. Maar mevrouw wil niet zingen, want ze zegt mijn stem is zo schor. Ja. Maar ik zou anders wel kunnen zingen. Dat het lied dat zegt, dat zet te veel. Yo quiero trabajar por el Señor. Ik wil werken voor de Heer. Confiando en su palabra, en su amor, gehoorzaam aan zijn woord en aan zijn liefde. Quiero yo cantar y orar. Ik wil zingen en bidden. Ja? En ocupando siempre estar. Daar wil ik altijd mee bezig zijn. En la vía del Señor. In het werk van de Heer. Dat lied dat hebben we wel 1000 keer gezongen. Ja, mooi. Dat zongen ze zo in volle borst. En het mooiste dat we dat gezongen hebben was dat we zouden beginnen met de cursus. Met die jongens, waren 3 weken in een stuk. Jongere mensen waren dat dan meestal. Die wel een gemeente hadden. Daar hebben we ook de zendeling uit gekozen. En dan zouden we beginnen. En we beginnen met gebed. In de slaapzaal. Ja, slaapzaal. Slaap ook. Dat was allemaal een stuk plastic hadden waar ze op lagen. En daar begonnen we. En toen ging ik voor in gebed. Ze zaten allemaal op de knieën. En dat was zo indrukwekkend. En de Heer was zo kennelijk aanwezig. Dat, ja, dan gebeurde iets dat kan ik niet weergeven. Daar was de hemelse heerlijkheid was daar. En ik kon niet anders in plaats van amen zeggen, zet ik in, yo quiero trabajar. En al die mannen op hun knieën met de handen in de lucht, zongen ze mee, yo quiero trabajar. Indrukwekkend. El Viña del Señor. Dat is zo ontzettend plechtig. Zo buitengewoon. Dat zijn ook dingen die jullie niet meer zullen vergeten. Nee, dat kun je nooit meer vergeten. Nee. Dat is een beleving als Mozes bij die braamstruik. Ja. Ja, dat. Ja. Dat kunnen wij ons hier helemaal niet voorstellen, hè, dat zulke dingen gebeuren, maar het gebeurt. Ja. Ja. Bijzonder. En deze was echt voor de dominees. Mensen, wie is de belangrijkste in de kerk? Dan zat die groep voor me. Jezus, ja, nee, maar ik bedoel van de mensen in de kerk. En dan stond hier stond ik, joh. Dat staat er dan. Als ik erbij maak, ik heb dit vertaald. Het is voor een speciale avond hier een keer geweest. Maar daar stond ik. Maar dit zagen zij niet. Dan tekende ik op het bord zo'n spinnenweb. En dan, nou, wat zet ik hier in het midden neer? Wie is de belangrijkste? Ik. Ik? Ja. Voor je neef. Voor je oma. Voor je oom. Voor gasten die bij je komen, voor een collega, voor een andere oom, voor je opa. Ja? Jij bent de belangrijkste om het evangelie door te geven. Ik. Iedereen moet denken, ik ben de belangrijkste om het evangelie door te geven. Is er dan ook een boodschap die jullie mee zouden willen geven aan mensen die nu kijken en luisteren als het gaat om evangelisten? Ja, mijn vraag. Wat heb je, aan wie heb je vandaag over iets goeds van de Heer verteld? Dat kan iets een ervaring uit je eigen leven zijn. Dat kan zijn, oh heerlijk, dat de Heer die zon zo heerlijk als schijnt. Ja, dat kan het ook zijn. En precies op tijd hebben we weer regen. Hè? Alles is gezaaid en dan krijgen we regen. De Heer weet zo goed wat wij nodig hebben. Ja. En dan gaan ze misschien wel tegensputteren. Maar ja, dat mag. Want daar ben je voor, om even gelist te zijn. Iets goed vertellen over de Heer, elke dag weer. Ja. Elke dag. Nelly, heeft u daar nog iets aan toe te voegen? Iets wat u misschien mee zou willen geven? Ja, dat je door je leven en door je hele zijn iets uitstraalt van wie de Heer voor je is.
daar hebben de jongeren zo ontzettend gebrek aan. Mensen die er ook voor hun willen zijn, waar ze met hun vragen kunnen komen. En ja, daar schreeuwen we eigenlijk om. Dit is zo ontzettend hard nodig. Dus ook in je houding kan je iets uitdragen van wie Christus is. Ja. Ja. Zonder meer. Ja. Een buurman van ons is gisteren geopereerd. Achterbuurman. Dus we hebben al een stukje afstand. En ik belde gistermorgen. Nee, ik belde eergisteren om even met hem te praten voordat hij wegging. Ik denk dat hij wel 30 keer bedankt heeft. Ach. Dat ik hem belde. Ja. Dan hoef je niks bijzonders te doen. Ik heb niet gepreekt. Ik heb gewoon alleen gezegd, we zullen biddend meeleven. Ja. Ja. Mooi. Dat zit hem ook in de kleine dingen. Ja, niet altijd in het grote. Juist de kleine dingen zijn zo belangrijk. Ja. Daarmee veroordeel ik niet dat jongeren op pad gaan en gaan evangeliseren. Hoor. Dat veroordeel ik niet. Nee, zonder meer niet. Want dat is wat ik wil denken. Maar we kunnen eigenlijk elke dag evangeliseren. Ook op ons werk of waar overal. Ja. Maar ik vertel nog wat anders. Je evangeliseert elke dag. Het kan zijn dat je christen bent en je elke dag zegt, God is ook niks. Want wij waren bij een groep christenen. Nou, ik heb niks over Christus gehoord hoor. Niks. Geen woord. En dat kan ook. We kunnen ook het tegenovergestelde uitdragen. Ja, dat kan. Ja. Dat kan. Heel erg waar. Ja. Daar zijn we ons misschien ook wel eens te weinig bewust van. Dat elke dag dat we misschien niet over Christus hebben gesproken, is ook een bepaalde boodschap die je uitzendt. Ja. Zonder meer. Ja. Nou, ik wil jullie alvast hartelijk bedanken voor jullie openheid. Nelly, u hoopt zo meteen nog een paasverhaal te vertellen. Kan u vast kort even toelichten waar het verhaal over gaat, of is dat nog een verrassing? Dat mag je wel weten. Het gaat over een jongen die... hij was nog niet getrouwd toen we hem leren kennen. En die kwam op een cursus, op een 3 weken cursus. En de jongen die had er helemaal niet mogen zijn, want hij was punt 1 geen voorganger. En punt 2, hij was een stoorzender. Niet alles vertellen hoor. Nee, maar dat vertel ik in het verhaal. Hij was eigenlijk een stoorzender en mijn man zei, je mag niet meer komen. Ik heb je zo vaak gewaarschuwd en volgend jaar, je mag niet komen. Ik kom toch, zei hij. Nee, ik wil je niet zien. En hij kwam toch het jaar erop en zei, nou, niet verder. Wat heb ik nou gezegd? Maar we hebben nooit meer last van hem gehad. Nooit meer. Hij was zo ontzaglijk veranderd. En daar ga ik dus iets over vertellen. Nou, mooi. Ja. Ik ben benieuwd. Ik wil ook alle kijkers en luisteraars bedanken. En ik wil jullie ook een heel gezegend paasweekend toewensen. Voor me zat Jeho, de Ashanika-Indiaan, en vertelde me het volgende, vol vuur. Hermana Nelly, ik trok ver weg 3-4 bergen over naar een onbekend gebied waar de mensen nog animisten zijn. Het was na Pasen en we hadden in de gemeente aan de opstanding van Jezus gedacht. Het heerlijke wonder dat Jezus leeft, opgestaan uit de dood. In mijn gemeente had ik het Pasevangelie verteld. En toen kwam ik in een dorp waar de mensen nog puur heiden waren. Ze aanbaden moeder aarde. En ze keken heel vreemd op toen ze me zagen. Een vreemdeling, en wat doet hij hier? En ze waren niet vriendelijk. En toen ik daar stond en op dat pleintje de mensen zag, toen lag daar een kind bij een hut dat doodziek was. En ik zei, ga naar een dokter, snel, hij is stervende. De mensen zeiden, er is geen dokter. Maar je moet naar het ziekenhuis brengen, naar een ziekenhuis, riep ik. Hij gaat dood. We hebben geen ziekenhuis, zeiden ze. En toen dacht ik aan de opgestane heiland die gezegd had, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ging bidden, want dat is het enige dat ik kan, dacht ik. En ik knielde neer en ik smeekte Jezus dit kind te genezen tot eer en verheerlijking van zijn grote en heerlijke naam. Veel mensen waren rondom ons heen komen staan. En toen, hermana Nelly, toen gebeurde het. De Heere genas het kind. Echt waar. Hij genas hem en dat kind ging zitten. En kijk, dat zijn zijn ouders.
En die mensen geloofden dat Jezus alle macht heeft. Want ze hadden gezien hoe hij dat kind genas. Kijk, kijk, daar zijn zijn ouders. Zei hij nog een keer, heel geestdriftig. Die man, zei hij, die kan een beetje lezen en schrijven. Maar zijn vrouw die kan niets. Maar ik heb Hermano Jan gevraagd of ik bij uitzondering hem mee mocht nemen naar de cursus hier. Omdat ze meer van Jezus zullen horen. Zodat die vader het aan de mensen in het dorp kan vertellen. En ik weet wel, normaal moet hij voorganger zijn. Dat is ook correct. Maar nu gaat het om een nieuwe stam, Hermano Nelly. En deze man, die moest straks thuis meer vertellen over Jezus. En Hermano Jan, die zei dat goed was. Ik maakte daarna kennis met die mensen en ze waren zo schuchter en ja, ze waren zo verlegen. En ze hadden ook nog een pasgeboren kindje bij zich. Maar zo gaat dat en zo moet dat ook. Want heel de wereld, die moet het weten dat Jezus leeft. We moeten het wonder vertellen van de opgestane heiland. Al heb je nog maar een heel klein beetje kennis, je moet het doorgeven. Dat ervaren de mensen daar ver weg in de selva, in de jungle van Peru. Dat je door moet geven wat je van Jezus weet, dat zo belangrijk is. Op een dag vroegen die ouders aan mijn man, Hermano Jan, wil je ons kindje aan de Here opdragen? En hij beloofde dat hij 's avonds in de dienst dat kindje aan de Here zou opdragen. Maar toen de dienst begonnen was en de ouders naar voren moesten komen, toen waren ze nergens te vinden. Diego ging op zoek en achterin, achter wat dozen en rommel, daar vonden ze die ouders. Ze waren zo verlegen, al die mensen, al dat vreemde en ze hadden nog zo weinig kennis. Diego heeft me toen ook verteld dat hij met zijn neef verder gegaan was. Nog wel 3-4 bergen over. En daar vonden ze een wilde stam. Hij zei, Hermano Nelly, die mensen leefden nog naakt. Ze hadden niets, niets. En ze aten alles rauw, vlees van dieren. Ze waren agressief en schoten een pijl in het lijf van mijn neefje die bij me was. Die is daar later nog voor in het ziekenhuis terechtgekomen. Ze hadden geen huizen of zo. Ze leefden gewoon als dieren. En ik zei, maar Diego, jullie hebben het altijd koud als het regent. Hoe doen die mensen dat dan? Hij zei, ze hebben van takken een soort smal huisje gemaakt, een soort tentje gemaakt. En als het nou heel veel regent, dan zetten ze dat over zich heen. En ze zijn ook nog heel vijandig. En ik ga terug, want ze moeten van Jezus horen. Jezus die ook voor hen kwam om hen te redden. Ik was ontzettend onder de indruk van dit verhaal. En als het nou over een paar dagen, over een paar weken bij ons Pasen is, denk er dan aan dat deze mensen, die Indianen, op pad gaan om andere mensen van Jezus te vertellen. Dat hij opgestaan is, dat Jezus gestorven is, maar dat hij opgestaan is, echt uit het graf gegaan is. Diego, deze Indiaan is vol van dat grote wonder. En heel veel Indianen die door mogen geven, zijn vol van het wonder dat de Heer Jezus is opgestaan, dat hij leeft. Dat hij niet meer dood is, maar de levende is. En gezegd heeft, met zijn heengaan naar de hemel, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar leven ze mee. Heerlijk wonder. En zo trekken er, ook nu vandaag en in al die dagen die nog komen, trekken er wereldwijd honderden mannen en vrouwen die met de Heere leven en geroepen zijn om zijn woord door te geven, erop uit om het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon, te vertellen aan anderen. En dat woord is als een kapmes dat een weg baant door de jungelen. Het ligt Jehu bij. En het toont hem de weg die niemand ging. Maar het is ook voor ons, en dat wens ik jullie toe, gezegende paasdagen. En geef iets door van die opgestaande heiland. Dank u wel.
hij zijn eigen zoon zond, tot heil van ons gebroken hart, omdat hij ons zo kostbaar vond. Hoe diep en schrijnend was Gods pijn, toen hij zijn zoon zag lijden. Toch is het Jezus bloed dat ons weer dicht in zijn nabijheid bracht. Met al mijn schuld bereid.